ceviche maken. Ceviche is vis gegaard in sap van citrusvruchten. Het gerecht komt uit Peru en Ecuador. Je kunt alle stevige soorten witvis gebruiken, zoals kabeljauw en schelvis. Maar zalm, garnalen of Sint-Jacobsschelpen kunnen ook. Als de vis maar supervers is. Snijd de vis, in dit geval 150 gram zalm en 150 gram kabeljauw, in dunne plakjes, zoals sashimi. Leg de dunne plakjes vis en de garnalen in een schaal. Pers de citrusvruchten uit. Schenk het sap over de vis en zorg dat de vis helemaal onder staat. Voeg een fijn gesneden rode peper, een gesnipperde rode ui en 1 theelepel zout toe aan het sap. Schep voorzichtig om en dek de schaal af met verzoutfolie. Zet de vis direct in de koelkast en laat 3 uur marineren. Schep het af en toe om. Het zuur doodt ongewenste bacteriën. Dit heeft wel wat tijd nodig, maar ook weer niet te lang, want dan is de vis niet meer lekker zacht. De vis is goed als de buitenkant van de vis niet meer doorschijnend is, maar mat van kleur, en de binnenkant zacht en nog iets rauw. Maak de ceviche af met de grof gesneden blaadjes van een bosje koriander. Zo maak je ceviche.